Ik moet even naar rechts, meneer. Wow, ik zag jou niet. Oh, wow, wow. Oké, sorry, ik kom even met de deur in huis vallen. Vandaag spelen wij weer Euro Truck Simulator 2. En Henk gaat weer een hele route afleggen. Dus smash eventjes op die like, want elke like is 1 kilometer. Vandaag spelen wij weer met een nieuwe mod. Namelijk de Frosty Winter Mod. En misschien zie je het al een beetje uit het raam. Nou ja, waarschijnlijk zag ik het niet, want ik was de hele tijd zo aan het shaken. Maar nu zie je het wel een beetje. Je ziet daar sneeuw op de weg. En deze mod voegt dus overal sneeuw toe in de map. We gaan de V8. Bam, confirm order. Nou, je moet eventjes ook... Oh my, ja, deze gaan we rocken. King of the Road. Henk is gewoon officieel gekroond tot King of the Road met deze livery. Rolls met geel. Oh, dit is zo lelijk. Ja, of we doen groen. Dan heb je een beetje doe maar kleuren. Dan doen we die erbij, even kijken. Aan de buitenkant, ja, kunnen we voor de rest nog eventjes wat dingetjes doen. We kijken of we hierboven leuke dingen hebben. Oh, Scania kunnen we ook weghalen. Hier in de Goliath. Oh, wat? De Goliath Bull Bar. Dat is echt zo lelijk. Maar die gaan we erop houden. Wat kunnen we allemaal aanpassen, bro? We kunnen ninja doorsteps hier stoppen. Wie geeft daarom? Oh, en die runnerbanden. Ja, misschien doe ik wel normale kleuren. Want ik vind het ook een beetje stom. Want het verpest het wel een beetje. Confirm order. 115.000 erbij. Natuurlijk. Het kost bijna meer dan die truck met trade-in prijs. Wauw, wat een mooi ding. Heb ik echt 115.000 euro uitgegeven aan die metalen rekjes? Ik heb gewoon een hek geplakt op mijn grill. Nou, even kijken. We hebben natuurlijk ook wel eventjes een job nodig. Oh, dat ben ik helemaal vergeten. We zijn al zo lang bezig. Even kijken. Freight market. Nou, we gaan wel hierheen. Oh, en dit is ook een coole trailer. Luxury SUV's. Hier, dat is echt zo'n autotrailer. Daar heb ik nog nooit mee gereden. Dus dat wordt iets nieuws. Nou, daar gaan we op de Frosty Roads. Henk is natuurlijk een ervaren vrachtwagenchauffeur, dus hij kijkt hier niet van op. Daar gaan we, kijken we links, de kijktechniek, nog een keer links. Hoppa, remmen we af, terugschakelen, bocht maken. Wauw, perfect. Naar rechts kijken. Oh, het zit dicht. Ah, het gaat gewoon automatisch open. Oké, ik kom mijn autotrailer ophalen. Even kijken. Jeetje, het zit echt bomvol hier. Voor mijn gevoel is deze map geüpdate. Want ik kan me niet voorstellen dat het zo uitgebreid eruit zag. Nou is dit een oude versie van Euro Truck. Dus dat kan eigenlijk niet. Oké, ik zie hier alleen maar van dit soort trailers staan. Waar zijn mijn auto's? Oh, hier. Dit is best wel een groot bedrijf hier. Oh, wat? Hij staat hier helemaal weggepropt. Oh, dat wordt even lastig. Nou, we gaan hier heel even stilstaan in zijn achteruit. Nou is Henk gelukkig nog best wel soepel, dus hij kan gewoon lekker uit het raam leunen, hè. Als hij dat niet zou kunnen, zou het een stuk lastiger zijn. Oh shit, mijn schakelpook is los. Dat moet je niet hebben wanneer je aan het rijden bent, dat je schakelpook gewoon losvliegt. Dan pak je hem zo vast, bam. Nu kunnen we op pad. Het heeft 20 minuten geduurd. Ja, ik ben natuurlijk nog steeds bezig met mijn rijlessen. Ik ben volgens mij nu op les 4 en het gaat al echt een stuk beter. Ik vertel het ook af en toe een beetje op Instagram. Maar nu doe ik in principe het rijden... Het rijden? Wat? Nee, nu doe ik in principe het rijden helemaal zelf. Ik heb vorige les leren terugschakelen. En dat ging vanaf het begin eigenlijk al echt super soepel. En nu doe ik het echt officieel helemaal zelf, het autorijden. Natuurlijk zit er wel iemand naast en worden wel aanwijzingen gegeven. Maar ik doe het echt helemaal zelf. En ik moet zeggen, dat voelt echt amazing. Want dat zal wel... Daar gaan we even niet op letten. Nee, maar dat is al wel echt mijn droom voor een lange tijd. Echt al voor jaren, dat ik zelf auto rijd. Ik vind het zo sick om mee te maken. Ik vind het wel veel makkelijker om in deze Europese trucks te rijden dan in de Amerikaanse trucks. Ik weet niet waarom, maar als je een bocht maakt, tik je veel minder dingen aan. Nou ja, ik tik bijna nooit iets aan in een Europese truck. Maar wel een Amerikaanse truck. Waarschijnlijk komt dat omdat... Ja, ik weet niet hoe dat heet. Misschien weet iemand het. Zeg het in de comments. Dat stuk, je hebt zeg maar de truck. En dan heb je het stuk daarachter waar de trailer overheen gaat. Ik weet even niet hoe dat heet. Maar dat stuk is bij Amerikaanse trucks veel langer voor mijn gevoel. En daardoor steekt de trailer meer uit of zo. Of gaat een bocht anders. Oh, hier moeten we meteen weer af. Ik was helemaal niet aan het opletten. En ik was al op de uitvoegstrook. Nou, perfect. We gaan een beetje langzaam, omdat we natuurlijk in de sneeuw aan het rijden zijn. Je ziet ook echt niks van de rijstroken. Gelukkig zijn er wel sporen, hè. Daar hebben we dan wel geluk mee. Oké, er komt niks aan. Alvast een beetje vooruit kijken. Ik ben aan het anticiperen, want dan bespaar je brandstof. Hoe werkt deze rijstrook? Oh, ja, ik zie die markering echt amper.
Nou, we gaan wel eventjes doorkarren, want anders gaan we te laat komen. Oh, maar ik ben aan het kloten met mijn versnellingen. Het is ook daadwerkelijk druk op de weg nu. Dat is het echt meestal niet. Wat? Je mag geen snelheid van 120. Oh ja, we zijn in Duitsland natuurlijk. Hoezo mag ik maar 80? Gun een trucker, bro. Oh, het gaat sneeuwen. Of is dit regen? Het lijkt een beetje... Ja, het zijn sneeuwvlokken volgens mij. Oh, dat is sick. Kijk, nu wordt het heel erg knus. Ik hou van sneeuw. Ik hou echt van sneeuw. Yo, laat even de comments weten. Houden jullie meer van winter of van zomer? Ik neem winter any flipping day. En dat zeg ik niet omdat het nu zomer is. Nou, geef ik wel toe dat winter heel veel nadelen heeft. Zoals, dat dus vroeg donker wordt. Het is ook donker in de ochtend. Dat is echt een groot nadeel. Maar als je geen werk of school hebt, is winter zo nice. Dus in de kerstvakantie of zo. Je ziet nu ook dat effect van die wielen afkomen. En ik zag die gast voor me echt amper. Je zet je mislichten aan, bro. Wow, mijn mannetje wordt ook een beetje moe. Zien jullie dat? Dat bed rechtsonder. Yo, Henk, wat is dit nou? Oh, we zijn nog maar 4 uurtjes onderweg, joh. Wow, dit is mooi, die brug daar rechts. Oh, daar kan je ook gewoon overheen rijden, volgens mij. Oh, ik ben een beetje aan het slingeren. Ik ben niet onder invloed, hoor. Je gaat ook wel erg slow, hoor. Dat is niet 60 kilometer per uur. Dat geloof ik niet. Dat is echt 50. Zit die peasant daar met een te zwakke truck. Die kan niet in dit weer rijden. Ik heb natuurlijk niet voor niks zo'n dikke truck gekocht. Ik wil ook wel eventjes hem uittesten, natuurlijk. En tot nu toe ben ik erg tevreden. Hier, we gaan gewoon 110 kilometer per uur. Hij trekt echt supersnel op. Oh! En ineens kan ik niet meer sturen. Oké, dat zijn die physics. Dat zijn die physics. Oh, shit. Dat is dan erg lullig. Meneer! Meneer! Sorry, ik kan niet meer stoppen. Hij is op hol geslagen. Wow, oké. Ik moet niet in de volgende vangrail belanden. Oké, dat waren de sneeuwphysics. Ik gleed letterlijk door. En dat was ik heel eventjes vergeten. Hoeveel schade hebben we? 2% aan de trailer, 1% aan de lading. Oh, crap. We hebben auto's achterop liggen. Ah, nee. Ik dacht, we hebben tomaten of zo. Nou ja, dan is het niet zo erg. Wow, het ziet er ook al ziek uit hoor, moet ik zeggen. Kijk hoe cool dit eruit ziet, die auto's. Het is echt moody ook met dit weer. Heel cool. Gas, vasta, rechterbaan. Dat is wat de truckers... Oh! Wow! Wat doe je? Waarom gaat hij ook ineens naar rechts? En er werd iemand aangehouden. Ik kan letterlijk niet sturen. Ik zit in een dikke slip. Oh, shit. Hopelijk zag die politieagent dat niet. Die is niet blij. Oh, wow, wat gebeurt... Wow, 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 wat 16 damage? Ik tik gewoon even iemand aan. Hallo meneer, maakt u zich maar geen zorgen. Het gaat goed met mij hoor. Oké. Ik moet even naar rechts meneer. Wow, ik zag jou niet. Oh, wow, wow. Oké, er is hier iets gaande. Sorry, ik kom even met de deur in huis vallen. Hallo, ik ben on scene. Trucker Henk is on scene. En ik heb je pionnetjes omgereden. Oeps, sorry. Ah, nee, dat ziet er niet goed uit. Oh, dat is een ambulance. Hier, dat heb ik wel even smooth gefixt, hè. Dat ik zo langs deze blokkade rijd. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Oh, kijk, dit is weer sappig. Dit is weer sappig. Nu moet ik niet slippen. Oh, wat gebeurt hier? Oh, crap, ik ga ook naar het tankstation. Wow! Oké, dat gaat net goed. Gaat net goed. Go, 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 go. In Duitsland hebben ze daadwerkelijk wel lange invoegstroken. Dat is tenminste in ETS zo. Want als je in Nederland kijkt, zijn de invoegstroken echt 5 meter of zo. Je moet echt direct invoegen. En anders sta je gewoon stil bij het einde. Ik ga even gassen en dan gaan we inhalen. Ik ben er klaar mee. Oh crap, verboden om in te halen. Nee, dat bord heb ik even gemist. Oh, komt er nou tegenligger aan? Nee. Er zijn nul tegenliggers. Er zijn wel tegenliggers. Wow, wow. Oh, wat? Die is ook vast komen te zitten met inhalen. Wat? Zag jullie dat? Dat is awkward. Dan sta je zo voor elkaar. Ja, de laatste 25 minuten gaan we ons even aan de wet houden. Wow, wat is deze creepy muziek? Deze muziek heb ik echt trauma's aan overgehouden. Nee, stop. Ik haat deze muziek. Het is zo flink verschrikkelijk. Dat is oprecht een soort jeugdtrauma voor mij. En dan hebben we ook nog engine malfunctions. Oh, damn. Ik wist niet dat Eurotruck zo intens kon zijn. Crap. Ik moet er langs. Coming through. Ik moet er echt eventjes zijn. Yes, hier linksaf. Vliegen over de drempel. Enter. Skip. Oeh, we did it. Reasonable. Ik reed heel de rit. Dubbel boven de maximale snelheid. Hoezo ging het al zo slecht? Qua tijd.
dat was de video van Euro Truck Simulator 2. Smash eventjes op die like als jullie hem super awesome vonden. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later!